Hallo allemaal, ik ben Natasha en ik wil jullie kort hebben over de astrologie. En welke invloed astrologie kan hebben over welke elementen dat er in jou heel sterk kunnen heersen. Ik ben nu bijvoorbeeld een tweeling van sterrenbeeld. Ik ben eind mei jarig, dus ik ben tweeling. En tweeling is een luchtteken. Dus ik heb sowieso al heel veel element lucht in mij. Maar ik heb ook heel veel eigenschappen van element vuur in mij. Dus ik denk dat ik nog wel ergens in mijn astrologie nog wel een aantal vuurtekens heb. De eigenschappen die lucht en vuur in mij heel sterk maken, zijn dat ik heel enthousiast door het leven ga. Zoals dat jullie ook wel merken, denk ik, aan mijn energie. Dat kan ik niet verstoppen, dat is er gewoon, dat is heel spontaan. Ook dat ik heel, heel goed kan praten. Ik praat heel graag, communiceren, ja, dat is volledig mijn ding. De mindere eigenschappen van deze elementen in mij zijn dat ik heel graag in de belangstelling sta. En dat ik, dat ik heel snel het gevoel ook kan hebben dat anderen mij negeren. En dat brengt in mij frustratie. Daar kan ik mij heel erg over frustreren als ik het gevoel heb dat anderen mij negeren omdat ik te graag praat. Ja, en ook dat ik heel ongeduldig ben van aard. Ik ben heel ongeduldig. Ik heb graag dat alles snel en vlot gaat. Ik ben echt niet goed in wachten. Als ik bijvoorbeeld op straat aan het wandelen ben en er loopt een oude persoon voor mij die heel traag wandelt, dan heb ik altijd de rang om die voorbij te gaan steken. Of als ik in een lange wachtrij sta aan te schuiven, dan sta ik daar echt zo mijn woede op te kroppen, omdat ik echt niet kan wachten. Dus er zijn heel veel mooie eigenschappen dat ik heb dankzij element vuur en lucht. Maar er zijn ook wel mindere eigenschappen in mezelf. En ik weet ook dat veel andere mensen hier niet zo goed mee overweg kunnen met deze eigenschappen in mij. Maar iedereen heeft dus wel één of twee elementen in zich waar je dus eigenschappen van hebt. Sommigen hebben ook heel erg het element aarde. Dat zijn dan heel erg rustige personen die heel veel geduld lijken te hebben. Als je element water heel sterk in je hebt, dan ben je meestal heel erg creatief. En dan kun je ook heel goed ben je heel veel met emoties en zo bezig. En je hebt dan ook heel veel plezier en zo. Dus ja, je kunt altijd bij je eigen dus gaan onderzoeken welke elementen dat bij jullie het sterkste aanwezig is en welke eigenschappen dat je daardoor hebt in jezelf. Dus dat wou ik nog even graag met jullie delen. Ik wens jullie allemaal nog heel veel liefs en tot de volgende keer.